In de rugleuning geïntegreerd. Je ziet dat nu pas die helm opgezet wordt. Nou, wordt die helm iedere keer weer opgezet bij dit soort incidenten? Nee, alleen wanneer er een glas overgezocht moet worden, dan wordt die helm gebruikt. Dat opzetten van die helm, dat kost even wat tijd nu, maar het geeft ook de chauffeur de gelegenheid om ademlucht op te hangen. Je ziet dadelijk dat de chauffeur ademlucht al heeft ophangen. En dan komt die uit het voertuig en gaat de straal gereed leggen. Het pompje loopt, dat zetten ze aan tijdens het aanrijden. En vervolgens, nadat die straal dan gereed ligt aan de voordeur, dan gaan ze samen naar binnen. Ik weet niet of je in de gelegenheid bent geweest om op de klok mee te kijken. Maar dit gaat toch nu met de vaste snelheid. En gaat het allemaal toch vrij rap. U kunt zich hierbij voorstellen dat wanneer dit een echte melding is, dat er veel hectiek is rondom een woning. Dat hoeven wij ons daar niet duidelijk te maken, dat is wel hartstikke duidelijk. Als er buurmensen zijn, andere informanten, die zullen dan hen nog informeren van waar het slachtoffer zich kan bevinden. Ja, zoals dat normaal is. Als daar informatie ingewonnen moet worden, dat ze behoort en ook dat de mogelijkheden en zullen ze dan ook gebruik van maken. Heel snel wordt een buitenverkenning gedaan en dan gaan we zo snel mogelijk gaan we dan naar binnen. Zullen wij dat straks nog eens aan de demonstreren? Daar is een unit ergens waar de personenauto op
duidelijk laten zien van hoe het systeem werkt. Net heb ik geteld 38 liter per minuut. Eigenlijk voldoende om brandkasten te koelen. Maar wij hebben dus voor de opleiding, voor de bijscholing, hebben wij gebruik gemaakt van leidover containers. Brandkasten koelen in een container, ja, daar is natuurlijk ook wat meer voor nodig. En wij zijn het dan ook gewend met een hoge druk, vanaf 115 liter per minuut. Je kunt zich voorstellen dat daar verschillen zit, maar de resultaten van het UFDS-systeem zijn we dat betreft niet minder en doen daar niet voor op. We hebben daar goede ervaringen mee opgedaan. We hebben daar mee ervaren wat wel aan kan, maar ook wat niet kan. Wat kan bijvoorbeeld niet? Als wij gaan een half uur aflussen van zo'n 12 uur aanstaan, dan is dat een ding van dat daar zeker aangeven dat die resultaten zeer goed zijn. In dat opzicht is het een fluitje van een cent om een personenauto te blussen met die 38 liter per minuut. Dus wat dat betreft zijn er toch goede resultaten. Nou, ik denk dat dat nu het zijn van deze opgegeven wordt. Is dit voor u een demonstratie van hoe werkt dit nu naast elkaar? Het werkt niet anders dan zes mensen op een incidentadres. Alleen wat we doen is de formatie niet in de kazerne, maar hier op een incidentadres. Vandaar deze demo voor u. Wat een mooie helft. Ik heb een beetje kalmeren gehouden. Ik heb hem opgehaald, hè? Ik heb de jongens thuis niet meer. Ik zie de werkbeurt aan. Ik ga wachten. Nou, ik wil je daar vragen. 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 Ik wil je daar vragen.